heeft een personage kleine borsten. What the fuck? Heb ik kleine borsten? Kijk eens op mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video op de dinsdag, oftewel random video. En dit keer speel ik Akinator voor jullie, want heel veel mensen zeggen, deel ga Akinator spelen. Want ja, het is heel erg leuk om te zien op DDG, het is leuk te zien op DHD, het is leuk om te zien overal iedereen die Akinator doet. Dus deel, dat gaan we doen voor jullie speciaal vandaag. Hehe, dat kwam er eventjes lullig uit de eerste keer, maar we gaan gewoon meteen beginnen. Voor de eerste keer heb ik natuurlijk geen comments gelezen op YouTube, want ik had nog nooit een filmpje gemaakt voor Akinator. Maar ik heb wel gevraagd op Twitter, jongens, van hey, wie moet ik zoeken? En de allereerste die zei van, deel, ga deze zoeken. Dat was natuurlijk Woutje. En Woutje zei, zoek Ash Ketchum. Dus we gaan zoeken Ash Ketchum van Pokémon. Let's fucking go. Dus we gaan op zoek naar Ash Ketchum. Let's fucking do this. Is je personage van vrouwelijk geslacht? Nee, dat is Ash Ketchum niet. Komt je personage uit Nederland? Nee, hij komt niet uit Nederland. Hij woont namelijk in de Pokémon-wereld, niet in Nederland, hoonregio. Heeft je personage echt bestaan? Nee, hij bestaat niet in het echt, helaas, pindakaas. Draagt hij schoentjes? Ja hoor, Ash draagt wel schoentjes. Heeft je personage wapens? Nou, hij heeft Pokémon. Die hij kan gebruiken als een soort van wapens met elkaar vechten. Maar hij heeft geen wapens. Dus nee, hij heeft geen wapens. Heeft je personage een hoofddeksel, een hoed of een kap? Ja, hij heeft een pet. Heeft je personage een snor? Nee, ik zou niet weten wie hij nu denkt. Hij heeft nu heel moeilijk. Leeft je personage in een sandbox-wereld? Nee, dat is niet van dingen. Is je personage een kind? Ja, hij is eeuwig kind. Speelt je personage mee in een thuis? Nee, hij gaat namelijk helemaal lopen. Gaat je personage naar school? Nee, Ash gaat niet naar school. Komt je personage voor in de serie Pokémon? Hij komt wel voor in de serie Pokémon. Komt de persoon vaak op tv? Ja, hij kwam vaak op tv. Ja hoor, ik denk aan Ash Ketchum. Hij heeft hem. Dat is ook niet een al te moeilijke, maar hartstikke bedankt voor het doorsturen toch, Wouter. Super tof, inderdaad. Ik denk aan Ash Ketchum van Pokémon. We gaan op naar de volgende vraag. Volgende die ik ga zoeken. Het is iemand die heel, dit is best wel vaak doorgekomen op Twitter. Dat was, zoek jezelf, zoek Rotjoch. En ik ben benieuwd. Kent deze motherfucking Akinator wel mij? Weet hij wel wie ik ben? Weet hij wel überhaupt of de Akinator? Ik heb geen idee. We gaan gewoon checken. Draagt je personage schoenen? Ja. Ik draag schoenen. Heb ik nu ook aan. Is je personage een meisje? Nee, wel een hele knappe jongen. Nee. Heeft hij speciale krachten? Ja, super awesome zijn, maar nee. Heeft je personage echt bestaan? Ja, nog steeds. Doet hij nog steeds. Woont hij in Nederland? Ja, dat doet hij. Dat ben ik. Is de YouTuber? Ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik. Heeft hij een bekende broer? Nee, ik ben niet Enzo. Speelt je personage Minecraft? Ja, dat doe ik zeker. Is je personage creatief? Weet ik niet. Ik vind mezelf creatief, maar ik doe, weet ik niet. Komt hij uit India? Nee, ik kom niet uit India. Is mijn personage blond? Ja, ik ben wel blond. Is hij een popster? Nee, is geen popster. Heeft hij mijn personage een hond? Nee, die heb ik niet. Zit je volgens mij bij gamekanaal Gameplanet NL? Wat? Nee. Heeft die personage te maken met Kingdom of Thieves Games? Nee, manneke! Draag ik een bril? Nee, volgens mij weet hij niet wie ik ben. Is je personage gek? Ja. Heeft een personage kleine borsten? What the fuck? Heb ik kleine borsten? Nee. Is persoon ouder dan 20? Ja. Komt hij uit de jaren 70? Nee. Heb ik een kat? Ja, maar ik wil zeggen waarschijnlijk, weet ik niet. Ga gewoon weet ik niet doen. Is je personage gelinkt met water? Nee. Is je personage bruin? Nee. Speelt jouw personage een juwelendief in de eerste Pink Panther film? Nee, ik was toch een YouTuber? Heeft je personage ADHD? Nee. Nee, ik ben niet Adam! Oude boef, volgende. Ja, we gaan proberen of verder te gaan. Ben ik verliefd op iemand? Ja. Heeft je karakter ooit Akinator gespeeld? Nee. Komt hij op tv? Nee. Heeft hij een personage een gamekanaal? Ja. Speelt hij in The Kingdom? Ja, sinds kort. Zit in Malino? Nee. Is hij van je Nava? Nee. In Teros? Nee. Heeft ik een oudere broer? Ja, dat heb ik. Is jouw personage een vlogger? Nee. Volgens mij weet hij niet wie ik ben. Of het is een hele moeilijke vraag. Speelt hij in The Kingdom? Ja. Is hij een boor? Nee. Een beetje personage kippen? Nee, ik ben geen Lars. Is hij een koning? Nee, ik ben geen David. Zit hij een keer hier verder in? Nee, ik ben niet Dodo. Zit je personage humoristische liedjes? Nee, dat doe ik niet. Is mijn personage een eend? Nee. Heeft hij een twee of twee broer? Nee. Wordt je personage bij zijn moeder? Helaas wel. Ben ik een solo zanger? Nee. Is nee. Zit hij in Magnus? Nee. Is hij een god in de kingdom? Nee. Ah, hij weet niet wie ik ben. Is je personage gevaarlijk? Nee. Heeft die personage meer dan 100 abonnees op YouTube? Nee.
Nee, ik ben geen Sander. Volgens mij weet hij... Dan gaan we die kunnen vinden. Zal ik doorgaan? We gaan gewoon door. Ik ga door tot hij mij heeft. Speelt hij Call of Duty? Nee. Draagt hij een masker? Nee. Is hij een alien? Nee. Volgens mij ben ik er niet. Verdient je personage veel geld? Nee. Ik ben personage met Teros? Nee. Speelt hij in Medusa? Nee. En speelt je personage bij Pax Zwolle? Nee. Komt hij voor in de Kingdom serie? Ja. Bij een auto-ongeluk betrokken? Nee. In Antropia? Ja. Heb je sowieso ooit een meisje gekust? Ja, ooit wel. Zeker weten. Vecht je personage met een zwaard? Ja. Wilt u bedroom met vrienden? Nee. Ken je uw persoon? Ja, ik ken hem persoonlijk. Een sportman of sportvrouw? Ja, eigenlijk wel, maar ik doe het nee. Heb je ooit hallo tegen je personage gezegd? Ja. Dus heb ik even van YouTube? Ja. Holy shit, 68 vragen. Is hij van het personage van Dead Island? Nee. De Red Panthers? Nee. Zit je karakter in het DDG-team? Ja, sinds kort. Heeft je personage lang haar? Nee. Is je personage een volwassen man? Ja, ik ben volwassen. Ik gebruik geen magie? Nee. Heeft je personage problemen met de wet? Nee. Komt hij voor in een van deze teams? EGK? Ik denk dat ik hem. Ja, ik zit bij DDG, zei ik net. Is het een kind? Iedereen is een kind, maar nee. Heeft hij een bril? Nee. Heb ik een zus? Nee. Is persoon aan de 20? Ja. Denk aan Isaac. Nee, ik ben geen Isaac. Mijn staat niet in de lijst. Helaas. Mijn personage. Ik sta niet op Akinator. Dat is huilen. Dat is huilen. Dat is heel erg huilen. Ah, ik sta er wel op. Ik sta hier wel op. Zie je? Dylan, Rotjoch, Dylan. Maar ik sta zeg maar niet op YouTube. Iets van YouTube. Dus ik ga zoeken. Bravo, je hebt me verslagen. Ik heb je verslagen, motherfucker. Hij heeft me niet. Oké, de laatste. Ik ga er eentje zoeken. En de laatste die ik ga zoeken is een minion. Van natuurlijk de film Despicable Me. We gaan zoeken naar een minion. Heeft hij echt bestaan? Nee, dat heeft hij niet. Komt hij uit een Japanse animatie? Oeh, nee. Amerikaanse animatie. Draag je personage schoenen? Ja? Ja, volgens mij draagt ze schoenen. Is je personage een volwassen man? Nee, het zijn kleine gele mannetjes. Is je personage van de vrouwelijke geslacht? Nee, het is een manneke. Nee, komt je uit de tv-serie? Niet uit de tv-serie, maar ja, ik zeg wel gewoon film. Daar is Nickelodeon? Nee. Dragen we zo'n hoofddeksel, een hoed, een cap? Nee, niet echt. Is hij een mens? Nee, het is geen mens. Is hij jong gestorven? Nee, 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 nee. Is het een muis? Nee, het is geen Tom en Jerry of zo. Is het een dier? Nee, het is een minion. Is het een prinses? Nee, jongen. Nee. Hoort je personage bij Teros? Nee, hoort hij niet. Is je personage echt? Nee, hij is nep. Is hij geel? Oeh, ja, hij is geel. Heeft je personage een blauwe pak aan? Oh, dat is een scherpe vraag. Ja. Heeft je personage onder het mes gelegen? Nee. Heeft je personage mensen vermoord? Nee. Houdt je personage van bananen? Volgens mij houden ze van bananen, toch? Weet ik niet. Draagt je personage ronde brilglazen? Ja, dat doet hij. Heeft hij grijs haar? Nee, dat doet hij niet. Heeft hij een cape? Nee, dat heeft hij niet. Is hij van een XD Disney, XD Disney Channel? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Is hij dik? Nee, niet echt. Ik denk aan de Minion Bob! En hij is helemaal goed. Minion Bob is helemaal goed. Heeft hij gedaan in 21 keer vragen. Hartstikke goed, hartstikke tof. Goed gedaan, dat was hem. Dankjewel voor het insturen inderdaad. Wil je dat ik nog een keer vaker Akinator ga doen? Laat meteen even een blauw duimpje omhoog achter als je dat dus leuk vindt. Laat even weten inderdaad van, hey Deel, doe nog een keer Akinator. En zoek dan deze persoon in, met deze aantal vragen. Dat ik natuurlijk hartstikke leuk vind. Helaas, pindakaas heb ik niet gewonnen op mezelf. Ik kon mezelf niet vinden. Blijkbaar sta ik wel op de site, op Akinator. Maar ik kon mezelf niet vinden. Dat was heel kut. Maar goed, het geeft niet. We gaan gewoon verder op zoek naar de volgende mensen. Mensen, als je een leuke video vond, laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het leuk vond. Zie ik je graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Laat hem wat eens zien. En natuurlijk, peace.